Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Filmerts. Nieuwe maand komt eraan. Nieuwe trailers om te bespreken. Weer wat gekregen van Richard. @filmdomein. Check filmdomein. Daar zo. Boom. Ik zit hier met Sander en Henk. En ik ben Pim. En meteen gaan we van start met Adrift. Hurricane Raymond has been upgraded to a category 5. Should we be worried? Maddie! This is the Daniel Hazanas, you copy! I love you. Get below! I'm not leaving you! Het jonge koppel Tammy Oldham en Richard Sharpe zijn jong verliefd en klaar voor een leven samen. Met een luxe jacht zeilen ze onder de blauwe hemel van Tahiti tot de storm opsteekt en Tammy bewusteloos neervalt. Wanneer ze wakker wordt, is hun jacht vernield en haar verloofde zwaar gewond. Zonder communicatiemiddelen op weken verwijderd van de dichtstbijzijnde haven, moet Tammy vechten voor zichzelf en de enige man die ze ooit graag heeft gezien. Wauw. Oké. Nou, regie is van Baltasar Kormákur. Die heeft ook Two Guns and Everest geregisseerd en ook heel veel IJslandse films waar ik de naam niet van kan uitspreken, want dat is gewoon... Okay. Met Shailene Woodley en Sam Claflin. En Sam Claflin kennen we van Their Finest. En Shailene Woodley zit ook in Divergent, Convergent, Flublergent en al die andere Flurgent films. Mm-hmm. En de release is 5 juli. Dat is al snel. Ja. Wel, Two Guns en Everest waren wel goede films. Ik heb Two Guns alleen gezien. Ik had laatste op tv Everest nog gekeken. Oeh. Dat is met Jake Gyllenhaal, toch? Ja, ja ook. Okay. Maar best wel veel... Ik een verkeerde film te denken. Josh Brolin zit er ook in. Oh, Josh Brolin. Dat is wel een goede film. Two Guns was wel grappig voor de film die het was. Ja. Ja, dat was meer een grappige actiefilm. Maar die Evers was wel echt zo'n... super serieus waar gebeurd verhaal. Dit is ook trouwens gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Ja. Oké. Okay. Dus ja, ik weet niet. Het is niet echt mijn film of zo. Dus, nee. Maar metascore van 56. Dus voorspelt niet van. Ja. Maar ja, het zag er wel uit als een zo'n... Survive Together story. Ja, het deed me een beetje denken aan The Mountain Between Us. Oh, ja. Dat is niet zo heel lang geleden uitgekomen. Ik heb hem niet gezien, maar die met, trailer... dinges, hè? Ja, met Kate Winslet en... weet die nou? Ja. The Gunslinger. Ja. Van een film die ik ook niet gezien heb. Gunslinger? Ja, van... Hoe heet die nou? Ik zit Idris Elba. Oh ja. Yes. Oh ja. Hebbes. Ja. Met The Dark Tower. Ik dacht dat de Hulk... Ragnarok. Ja, nee, het is, ja. De Hulk Ragnarok. Jongen. Ja, Ragnarok. Know your lore. Oké, ja, dit is gewoon zo'n film, die gaan we toch niet kijken. Welke ik wel wil zien, is Sicario 2. Oh. Eigenlijk heet hij niet officieel Sicario 2. Sicario, Day of the Soldado. Oké, de drugskartels aan de Mexicaanse-Amerikaanse grens zijn machtiger dan ooit. De drugsoorlog kent geen regels en de kartels smokkelen nu ook terroristen de grens van de VS over. Agent Matt Graver schakelt de mysterieuze Alejandro, wiens familie is vermoord door een drugsbron, spoiler in de eerste film, in om de strijd op schandalige wijze te laten escaleren. Om het conflict scherp te zetten, kidnapt Alejandro de dochter van deze schurk. Maar wanneer het meisje als collateral damage wordt gezien, komt haar lot tussen twee mannen in te staan die alles voor... waar ze voor vechten in twijfel trekken. Tum, tum, tum. De eerste was echt fucking vet. Oh, wacht. Regie. Stefano Solima. Die heeft vooral veel crime series gemaakt. Waar ook een paar staan op Netflix. En de eerste Sicario film was geregisseerd door Denis Villeneuve. Oh, joh. Dan was hij ook zo fucking goed. Met George Brolin, Benicio Del Toro en Isabella Moner. En die speelde een meisje. En de release is ook 5 juli. Nou, dan weet ik al welke film we op 5 juli gaan kijken. Ja. Niet Adrift in ieder geval. Nee. Ja, ik heb er best wel zin in. Ook al, ik ben heel erg benieuwd of ik denk niet dat de kwaliteit gehaald wordt van de eerste film. Ik heb de eerste niet gezien. Oké. Okay. Ik denk niet dat de kwaliteit gehaald wordt van de eerste film. Omdat Dead is Villeneuve heel erg goed is in het opbouwen van spanning. Maar wat voor film was de eerste film? Verder gaat, hoe heet zij ook alweer, die actrice? Ja, Edge of Tomorrow. Ja. Oh ja. Emily Blunt. Ja. Die zit bij de FBI. En die moet dan een vallende pand binnen. En dan komen ze erachter dat daar achter de muren
allemaal lijken zitten. En dan komen ze achter dat. En dan hebben ze ook nog een explosief zit ook in dat huis. En die explodeert dan. En dan is er zo, oh my god, what the fuck. En dan wil zij eigenlijk daar meer over weten. En dan gaat ze bij een team. Die dus eigenlijk tegen Mexicaanse kartels vecht. Oh, okay. En die neemt het niet zo nauw met de regels. En dat is dus eigenlijk een beetje. En dat escaleert al steeds meer. Dus ze begint steeds te twijfelen aan. Zijn we nou wel echt goed bezig? Hmm. Of niet? Of snapt ze nu? Snapt ze misschien wel waarom het zo moet? Ja, oké. Okay. En dat is, daar zit echt één scène in. Dat is bij een grenspost. Als ze net iemand meenemen. En dan worden ze dus een soort van achtervolgd door sicario's. En dan heb je dus die spanningsopbouw die daarin zit. Die is echt super vet. Toen dacht ik echt, deze film is echt gaaf. Oké. Okay. Ja. Nou. Ja, ik ben wel benieuwd kijken wat dat wat is. Voordat je het ziet. Ja. Ik ben ook wel heel benieuwd eigenlijk. Ik ben ook wel een beetje... Ik vind het jammer dat Denis Villeneuve hem niet heeft gedaan. Alhoewel ik aan de andere kant ook wel blij ben dat hij het niet gedaan heeft. In de zin van... Ik heb liever dat hij iets nieuws doet, weet je. Ja, precies. Ja, ik weet, maar ook ik weet niet of deze film gemaakt gaat hoeven worden. Dat is... Ja, daar zit ik ook een beetje mee. Ik vind nu wel, geef het de voordeel van twijfel, omdat ik de film en de personage wel echt heel cool vind. Maar die... Het hoeft niet per se... Benicio del Toro, die zat er wel in. En die Josh Brolin, die is nu ook. Nieuw. Oh, die zat er ook in. Ja. En je had ook nog een andere, ik weet niet meer zijn naam. Die zit ook in Burn Notice, speelt hij. Die zit ook in de eerste. Dus je hebt wel gewoon een soort van oude team die er bij zit. Okay. Ja. Nou, het zag er wel goed uit. Ja, de trailer. Nee, het was niet trash of zo. Nee. Het was wel even... nee, maar dat is vaak in met tegenstelling dit... tot de volgende. Oh. Dun, dun, dun. Skyscraper. Oh. What's going on? The 96th floor is on fire. You're gonna be just fine, I promise you that. No! Ik wist die ook kunnen volgen. En Will Ford is een voormalig leider van een FBI gijzelaarsreddingsteam en tevens oorlogsveteraan. Dat is meestal zo met maken. Die zich nu bezighoudt met beveiligen van wolkenkrabbers. Dat was een baan. Wanneer hij voor een opdracht in China is, breekt daar ineens een brand uit in de hoogste en veiligste wolkenkrabber ter wereld. Wat dus niet waar is. Nee, Will wordt beschuldigd hier achter te zitten. Oh. Terwijl hij op de vlucht slaat moet wilde. Eigenlijk een daders vinden om zijn naam te zuiveren. En tegelijkertijd zijn familie zien te redden die zich in de brandende wolkenkrabber bevindt. En dan moet hij ook nog goed een auto inparkeren. En moet hij ook nog bungee jumpen zonder touw. Ja. Want blijkbaar kan hij alles. Oké. Regie is van Rawson Marshall Thurber. Die heeft ook de klassieker Central Intelligence en Weird the Millers geregisseerd. Met Dwayne Johnson, Neve Campbell en Pablo Schreiber. De release is 12 juli. Nou, wie verzint dit? Ja, serieus, die synopsis. Ja, toch. Dit slaat er helemaal nergens op. Het voelde een beetje als een... Het voelde sowieso een beetje als Die Hard. Als in, hij moet die toren in om zijn familie te redden van evil mensen. Maar dan niet de goeie. Maar dan met extra shit erbij. Ja. En ook nog met, een toren die helemaal nieuw is. Maar we hebben hem nog nooit getest. Dus hoe weten we dat die veilig is? Oh, spannend. CGI. Ja, slecht. Nee, maar CGI. Hij is een specialist in het beveiligen van wolkenkrabbers, ja? Ja. Meestal één ingang. Wat is hij nou allemaal tegelijk aan het doen? Hij is de ding staat in brand. Hij moet zijn familie redden. Hij moet zijn onschuld bewijzen. En hij moet dus ook de politie ontlopen. Want die denken dat hij het heeft gedaan. En hij heeft één been. Oh ja, hij heeft ook nog één been. Want hij is warvet. Want ja, dat helpt. Dat is een goede trope om te hebben. Ja. Nou, ja, dat zag je ook al in de film of in de trailer volgens mij. Dat hij dan met dat been iets tegen had. Dat vind ik op zich nog best wel een leuk ding. Ja, een soort van, dat is in komt, ja. Een extra ding van, oké, hij is oorlogsveteraan. Maar dan wel iemand die, zoals de meeste oorlogsveteranen, een zwaar gewond is. Ja, precies. Ja, nee, dat is ook... Zo, een handicap heeft. Dat in menig best andere wel iets... films zou dat best wel... Ja. Als er nou meer naar richting Die Hard is gegaan dan naar Die Hard 5. Dus zo voelt het. Op de schaal van Die Hard naar Die Hard 5 moet het meer naar Die Hard 1, 2 komen. Ja. Want dan is hij een beetje de everyman, maar dan nog met een handicap wat hij ook weer kan gebruiken in zijn voordeel, bla bla bla. Ja. Maar nu is het echt zo van, oké, hij is ook meteen superheld. Ja, en hij jumped off Hij heeft een ijzeren been, dus hij is Iron Man. Boom. Ja. Ja, dus ik snap niet wat in godsnaam Dwayne Johnson bezielt om met dit soort dingen te doen. Volgens mij vindt hij het gewoon hartstikke leuk. Ja, volgens mij, maar hij hoeft dit toch niet. Volgens mij heeft hij gewoon fuck you money, volgens mij. Hij heeft al zoveel verdiend aan WWE en zo.
van die Jumanji films denk ik dan nog, nou ja, oké, dat is dan ook full CG, maar dan wel een soort van grappige take of zo. En dit voelt gewoon als een soort van... Hij hoeft het eindproduct niet per se te zien. Hij wil alleen meedoen. Ja. Dus extra, dat denk ik als acteur ook wel gewoon kiezen voor dit, voor soms dit soort dingen. Maar net hiervoor heeft hij, hoe heet die film gedaan? Met die grote gorilla. Ja. Rampage. Dat was ook wel zo'n kaskrakertje. Zelfs dit, zeg maar, dat is nog een hoger niveau dan dit. Dit is echt, als je gewoon ook ziet naar de production value en zo. Dit is gewoon een B-film. Een C-film. Nou, ja, echt waar. Die trailer zag er niet uit. Ja, nee, dit is Sharknado. Dat ben ik met je eens. Maar dat shot in die trailer van Rampage, dat hij voor die aap staat, dat was echt, hoor, ik sta binnen in mijn woonkamer met een kamerlampje op my first green screen. Ja, oké. Hello, welcome to another tutorial of Video Copilot. Ja, precies. Andrew Kramer. Andrew Kramer hier. Ja, dat is niet oké. Oké. Nou, waar ik ook niet zo super zin in heb. Ant-Man and the Wasp. I actually heard what happened to you. You opened up the quantum realm. That's when this crazy creepy ghost who like walks through walls and stuff. Stole your tech. Now she wants to take over the world or whatever. Who would have believed that in your hour of need, you would turn to us? We hebben ook een preview van op ons kanaal. Met niet meer Sander erbij. Nee. Wie het is, moet je kijken. Synopsis. Scott Lang probeert een balans te vinden tussen in zijn bestaan als superheld, Ant-Man en zijn vader zijn voor zijn dochtertje. Hij wordt door Hank Pym op een nieuwe missie gestuurd waarin hij moet samenwerken met Hope, aka The Wasp. Tam. Oké, is van Peyton Reed die Yes Man heeft gedaan, Ant-Man en volgens mij heel veel andere films met een man aan het einde. Met Paul Rudd, Evangeline Lilly en Michael Douglas. En het is 18 juli komt hij uit. Woo! Yay. Generic Marvel movie number 123, guys. Let's get hyped. Nee, maar nu wordt hij ook 20. Groter. Wat zeg je? Nummer 20 is het? Volgens mij wel. Oké. Okay. Dat staat in de preview. Ja, precies. Dat staat in de preview. Ja, de 20ste Marvel film of 21ste? Ik dacht 20ste. Okay. Ja, volgens mij wel 20ste. Ik weet het. Ik denk dat alles wat ik tof vond aan Infinity War, waarom ik dat toch als non-Marvel fan tof vond, dat zit hier niet in. Dus fuck it. Ja. Henk, nog wat anders? Ik wel grappig. Ik hoop dat hij gewoon net zoals Ant-Man dat je denkt, vermakelijk, leuk. Ja, maar dat vonden wij van Ant-Man. Vond je Ant-Man vermakelijk? Ja, dat vond ik wel vermakelijk. Dat heb ik dus ook. Ik vond de eerste ook niet vet. Dus ik vond de trailer ook zo kut dat dan denk dat hij dan zo'n gebouw dan een soort van als in een soort koffertje. En dan haalt hij dat ding eruit en denk ik van, ja, maar is dat gebouw dan zo gebouwd met een soort van ding erin, metalen frame? Hoe werkt dat dan? Denk ik dan. Toen hele dat zijn weer van die regels binnen het universum, maar gewoon niet over nagedacht. Deze rant kan je ook weer terugzien. Dan doe ik hem. In de preview. Want ik heb het er ook over. Ik vind daar kan ik echt niet tegen. Ik bedoel, je mag best rare shit doen. Ik bedoel, het is fucking keihard fantasy. Dat snap ik allemaal wel. Maar je moet wel je eigen regels vaststellen en die aanhouden. Ja. En dat had de eerste ook gewoon last van. En dan hebben ze niet veranderd. Nee, dat is wel een beetje jammer. Ja. Ja. Dit is gewoon trash. Maar ik... Ach, Marvel. Ha. Ja, maar. Ja, verplicht nummertje, dat is het een beetje. Ja, we gaan er sowieso heen. Ja. Dat kan je wel. Moed van Henk. Ja, precies. Moed van Henk. Ja, want we hebben geen eigen wil. Nee, precies. Het is. Oké. Nou, jullie willen naar Sicario, denk ik. Ja, gaan wij naar Sicario? Ja. Ga jij naar The Walk? Ja, in The Walk. Want die kan op dezelfde dag uit. Dat moet er net tussen. Ook nog? Nee, jong gek. Oh. Nee, die andere twee wel. Die andere twee wel. Jongen. Ja, Drift, dat hoef ik sowieso niet te zien. Ook al kwam die eerder uit. Nee. Die kan ik best wel skippen. Ja, ik weet niet. Drift was nog wel iets wat... Zeg maar, als er echt niks anders was en we moesten iets reviewen, dan had ik hem nog best wel willen zien. Ja, volgens mij zou ik het maar ook niet super erg. Maar Skyscraper, daar krijg je me echt... krijg je me niet naartoe. Dat ga ik echt niet doen. Nee, die kunnen wel skippen. Jongen, je weet gewoon niet hoe het is, hoe moeilijk het is om een vader te zijn bij het Hoskins Rescue Team te hebben gezeten. En dan ook nog... je gewoon op niveau blijven als wolkenkrabberbewaker. Ja. Ja, hij is de beste wolkenkrabberbewaker ever. Ja, precies. What's your excuse, Sander? Ja. Waarom krijgen wij geen gerenommeerd wolkenkrabberbeveiliger? Hij komt in een videogame terecht. Hij is gewoon een malkop, hè? Dan heeft hij opeens een grote aap, moet hij de wereld van redden. En dan heeft hij eindelijk een gezin, moet hij skyscrapers gaan bewaken en stort hij de toko in.
Ja, maar skyscraper bewaken is toch fucking makkelijk? Ik bedoel, die staat alleen, ingang is alleen beneden. Ja, weet je wel. Dus nee, helikopterpad boven. Ja, twee voltoorlog. Ja, daar zet je aan een camera. En ik kan via een kraan, kan niet blijkbaar. Nee, ja, oh ja, dat is ook zoiets. Ja, dat zie je ook in die trailer. Echt zo'n insane jump, dat je echt om zeg maar zo... Ja, $6 million mensen. Ja. Oh, jongen, echt. Of dan doet hij gewoon Go-Go Gadget Legs. Ja, precies. Dan doet gewoon zo. En dan heeft hij geen eens gereden. Ja. Heeft hij. Nobody knows about the boomerang. Oh, ja. Oké, okay, maar dus. Sicario 2. Ja, nee, ik zin in. Nou. Ja, nou bedankt voor het kijken. En ik ben benieuwd wat de volgende vier worden. Oh, dat zit volgens mij Fallout bij. Mission Impossible 6. August. Oké, nou dan heb ik mijn keuze voor de volgende al gemaakt. Doei. Oh, like, subscribe, favorite. En iTunes. Goede review op iTunes, bitch. Ja. Je hoeft niet eens te kijken, gewoon 5 sterren geven. Ook al vind je het kut. Dan zeg gewoon in de comments waarom je het kut vindt. Maar geef ons alsnog 5 sterren. Deal? Denk ik niet. Doei.